Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Phyllis van der Ploeg het academisch proefschrift getiteld Unraveling the Role of Single Transduction Pathways in High-Grade Serous Carcinogenesis, the Road Towards Personalized Treatment of Ovarian Cancer, in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector, leden van de corona, promotoren, lieve familie, vrienden en collega's. Wat leuk om te zien dat jullie vandaag met zoveel naar Maastricht zijn gekomen. In de komende 10 tot 15 minuten wil ik jullie een korte samenvatting geven van de meest belangrijke resultaten van mijn proefschrift. Getiteld Unraveling the Role of Signal Transduction Pathways in High-Grade Serous Carcinogenesis, the Road Towards Personalized Treatment of Ovarian Cancer. In het midden van deze slide ziet u de baarmoeder afgebeeld met aan beide zijden de eileiders en de eierstokken. Voor u aan de linkerkant ziet u een vergrote eierstok waarin kanker is ontstaan. Inmiddels weten we dat er verschillende subtypen eierstokkanker zijn. En in mijn proefschrift heb ik me gefocust op het hooggradig serueuze subtype. Dit subtype is namelijk de meest voorkomende vorm van eierstokkanker. We weten ook dat eierstokkanker zich niet alleen in de eierstokken hoeft te bevinden, maar kan ontstaan in de eileiders of op het buikvlies. En dit komt doordat de voorlopercellen van eierstokkanker ontstaan in de eileiders, zoals afgebeeld hierboven. Deze voorlopercellen kunnen zich makkelijk verplaatsen en hechten aan de eierstok, waardoor ze op den duur uit kunnen groeien tot kankercellen. Deze voorlopercellen kunnen zich ook makkelijk verplaatsen in de buikholte en hechten aan het buikvlies, waardoor ook hier eierstokkanker kan ontstaan. Daarnaast is het mogelijk dat deze voorlopercellen in de eileider zelf uitgroeien tot kankercellen. En bij deze laatste twee vormen zien de eierstokken er dus nog normaal uit. Eierstokkankerpatiënten komen vaak pas in een laat stadium bij hun arts en dan heeft de ziekte zich al verspreid in de buik. En dat komt doordat we op dit moment nog geen goede screeningsmogelijkheden hebben om de ziekte vroegtijdig op te sporen. Daarnaast gaat de ziekte gepaard met hele aspecifieke klachten, zoals bijvoorbeeld verminderde eetlust of vage buikpijnklachten en zwelling van de buik of vaker naar het toilet moeten gaan om te plassen of obstipatie. De behandeling van eierstokkankerpatiënten bestaat uit een grote operatie in combinatie met chemotherapie. En ondanks een succesvolle behandeling keert de ziekte helaas in 70 tot 80% van de gevallen binnen enkele jaren weer terug. En dit zorgt voor een slechte overlevingskans. In de afgelopen jaren zijn deze overlevingskansen helaas niet sterk verbeterd. In 1990 was 32% van de patiënten 5 jaar na hun behandeling nog in leven. En ruim 30 jaar later is dit percentage slechts enkele procenten gestegen, naar 38%. Er bestaat dus nog steeds een grote behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingsstrategieën voor eierstokkankerpatiënten. In de afgelopen jaren hebben nieuwe ontwikkelingen in moleculair onderzoek ons wel geholpen om specifieke eigenschappen van kankercellen beter in kaart te brengen. Want iedere patiënt is anders en iedere patiënt reageert daarom ook anders op een bepaalde behandeling. En de specifieke eigenschappen van kankercellen zorgen ervoor dat we een behandeling op maat kunnen bieden. En dit noemen we personalized medicine. Een individuele patiënt wordt daarbij met doelgerichte medicijnen behandeld, gericht specifiek tegen die eigenschappen van kankercellen. En die specifieke eigenschappen van kankercellen, die onderzoeken we op celniveau. Want kankergroei is het gevolg van verstoorde eiwitkaskades die zich plaatsvinden in de cel. En die eiwitkaskades, die noemen we signaaltransductiepaden, oftewel signal transduction pathways. En in iedere gezonde cel in ons lichaam zorgen deze eiwitkaskades voor belangrijke processen, zoals bijvoorbeeld de celdeling. Maar als er ergens een fout ontstaat in een van deze eiwitten van de signaaltransductiepaden, dan kan er ongecontroleerde celgroei plaatsvinden, waardoor uiteindelijk kanker kan ontstaan. Doelgerichte medicijnen die grijpen aan op deze specifieke eiwitten van zo'n signaaltransductiepad en blokkeren hiermee de activiteit, waardoor uiteindelijk kankergroei geremd kan worden. Maar voor zo'n succesvolle toepassing van personalized medicine is het juist heel belangrijk om vooraf te kunnen bepalen welk signaaltransductiepad verkeerd geactiveerd is, zodat ook het juiste medicijn uitgekozen kan worden.
Tegenwoordig bepalen we de signaaltransductieactiviteit door middel van een eiwitkleuring, waarbij specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de signaaltransductiepaden worden aangekleurd, waardoor je ze zichtbaar hebt onder de microscoop. Hier in de figuur ziet u daar een voorbeeld van. Dit zijn eierstokkankercellen waarin in het rood de cellen aankleuren waarin zich een oestrogeenreceptor bevindt. De oestrogeenreceptor is onderdeel van het oestrogeenreceptorpad. Daarnaast is het ook mogelijk om die signaaltransductieactiviteit af te leiden door middel van DNA-onderzoek, waarbij gezocht wordt naar genetische veranderingen in een van die eiwitten van het signaaltransductiepad. En als er ergens zo'n genetische verandering, bijvoorbeeld een genetische mutatie, is ontstaan, dan kan dat verhoogd de activiteit van zo'n signaaltransductiepad veroorzaken. Er zijn echter aanwijzingen dat deze twee methoden niet geheel betrouwbaar zijn om patiënten te selecteren voor doelgerichte behandelingen. En om deze redenen heb ik me in mijn proefschrift gefocust op een alternatieve methode om die signaaltransductieactiviteit te bepalen. De methode bepaalt het product van een actief signaaltransductiepad door middel van PCR-analyse. En deze analysetechniek kent u wellicht ondertussen wel van de coronatesten. De PCR-resultaten die wij hebben verkregen, werden vervolgens in een computermodel gestopt om de kans op een actief signaaltransductiepad te bepalen. En doordat we bij deze methode het hele signaaltransductiepad meenemen en niet alleen een enkel onderdeel daarvan, denken we de signaaltransductieactiviteit daardoor ook betrouwbaarder te kunnen meten. En in mijn proefschrift richt ik me daarom op het vergroten van onze kennis van het gedrag van eierstokkankers met behulp van deze alternatieve methode. En met als doel het verbeteren van de implementatie van doelgerichte behandelingsstrategieën voor eierstokkankerpatiënten. Maar allereerst is kennis nodig van gezonde signaaltransductieactiviteit in normale cellen, om vervolgens afwijkende activiteit in kankercellen te kunnen identificeren. In het eerste onderzoek van mijn proefschrift onderzoeken we daarom de activiteit van 6 belangrijke signaaltransductiepaden in eileidercellen van gezonde vrouwen. Want die eileidercellen zijn de voorlopercellen van de eierstokkanker. We onderzochten de activiteit tijdens verschillende fasen van de menstruatiecyclus en ook bij vrouwen na de overgang. En we vonden dat er cyclische veranderingen waren in de activiteit van signaaltransductiepaden tijdens de menstruatiecyclus. Vervolgens hebben we de activiteit van deze signaaltransductiepaden ook onderzocht in daadwerkelijke voorlopercellen van eierstokkanker. Deze voorlopercellen noemen we ook wel sticklesies en bevinden zich dus ook in de eileider. We vonden opvallende verschillen in 3 signaaltransductiepaden, namelijk PI3K, AR, oftewel de oestrogeenreceptor, en het Hedgehog signaaltransductiepad. We veronderstellen dat veranderingen in deze signaaltransductiepaden mogelijk vroege mechanismen zijn die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van het hooggradig serieuze type eierstokkanker. Vervolgens hebben we de activiteit van deze signaaltransductiepaden onderzocht in relatie tot overleving in een groep vrouwen met het hooggradig serieuze type eierstokkanker. We deelden de patiënten in vrouwen die nog menstrueerden en vrouwen die na de overgang waren, omdat we eerder vonden dat die menstruatiecyclus effect kan hebben op de signaaltransductieactiviteit. En in de groep vrouwen die na de overgang waren, vonden we dat een lage oestrogeenreceptoractiviteit gecorreleerd was aan een slechte overlevingskans. Daarnaast vonden we bij de andere signaaltransductiepaden een grote range aan activiteit, als we dit vergeleken met de gezonde cellen. Vervolgens hebben we de nauwkeurigheid bepaald van die eiwitkleuring van de oestrogeenreceptor als voorspeller voor de activiteit van het gehele signaaltransductiepad. In een deel van onze hooggradig serieuze eierstokkankers hebben we daarom de oestrogeenreceptoractiviteit vergeleken met die eiwitkleuring. En onze analyses toonden aan dat er geen correlatie was tussen deze twee uitkomstmaten. In kankersamples met juist een hele positieve eiwitkleuring zagen we soms juist een hele lage oestrogeenreceptoractiviteit. En dit laat zien dat die eiwitkleuring geen nauwkeurige voorspeller is van de activiteit van het gehele signaaltransductiepad. Maar als we vervolgens in de literatuur kijken, zien we dat deze eiwitkleuring nog wel steeds wordt gebruikt om patiënten te selecteren voor behandeling met doelgerichte medicijnen gericht tegen het oestrogeenreceptorpad. Literatuuronderzoek laat zien dat de effect in de patiënten met eierstokkanker varieert tussen de 27 en 65% na ongeveer 3 maanden behandeling.
En deze therapierespons die correleerde in deze studies niet met de oestrogeenreceptor eiwitkleuring. Wat laat zien dat die eiwitkleuring geen betrouwbare voorspeller is van de therapierespons. In het laatste onderzoek beschreven in mijn proefschrift onderzochten we een ander signaaltransductiepad. Waarbij doelgerichte medicijnen gericht tegen het PI3K ACT-mTOR signaaltransductiepad werden gebruikt. De onderzochte studies toonden aan dat het effect bij eierstokkankerpatiënten met teruggekeerde ziekte 32% was na ongeveer 3 maanden behandeling. En ondanks dat er in de eiwitten van dit signaaltransductiepad vaak genetische veranderingen worden gevonden in eierstokkankerpatiënten, vonden we niet dat de groep vrouwen die alle geselecteerd waren, specifiek op zo'n genetische afwijking, geen betere therapierespons hadden ten opzichte van een groep vrouwen die niet alle geselecteerd waren op basis van zo'n genetische afwijking. En ook dit laat zien dat die genetische afwijkingen niet voldoende betrouwbaar zijn om de therapierespons te voorspellen. Samenvattend blijkt er dus een deel van de patiënten te zijn met teruggekeerde eierstokkanker dat ze kunnen reageren op doelgerichte therapie. Maar het blijft dus nog heel lastig om de juiste patiënt te selecteren, doordat er een gebrek is aan betrouwbare voorspellers van de therapierespons. In het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift hebben we daarom een studie ontworpen waarbij we eierstokkankerpatiënten willen gaan includeren met teruggekeerde ziekte en waar we de klinische toepasbaarheid van signaaltransductiepadenactiviteitanalyse willen onderzoeken bij het selecteren van deze patiënten voor doelgerichte therapie. En we gebruiken hierbij de resultaten van de signaaltransductieactiviteit vanuit de eileidercellen en de hooggradig serieuze kankers die ik heb onderzocht in mijn proefschrift. We gebruiken die data als referentiewaarde om bij toekomstige patiënten met eierstokkanker het afwijkende signaaltransductiepad te identificeren. En patiënten met zo'n afwijkend geactiveerd signaaltransductiepad zullen vervolgens in aanmerking komen voor behandeling met doelgerichte medicijnen met een verdraagzaam bijwerkingsprofiel. En op deze manier hopen we de overlevingskansen van eierstokkankerpatiënten te verbeteren met behoud van kwaliteit van leven. En hiermee hopen we op weg te zijn naar een behandeling op maat voor iedere eierstokkankerpatiënt. Ik dank u voor uw aandacht en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor De Hing, professor integrale benadering van patiënten met een gastrointestinale maligniteit aan deze instelling in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Professor De Hing is voorzitter van de beoordelingscommissie en secretaris van deze promotiecommissie. Ja, dank u wel, meneer de prorector, geachte promovendus. Een aantal jaar geleden gaf een van uw co-promotoren, collega Anja van der Stolpen, een presentatie in het Catharina Ziekenhuis over signaaltransductiepaden. Met haar kenmerkende en overtuigende enthousiasme wekt zij direct mijn aandacht en interesse. En ik probeer daar dan ook te verleiden om deze techniek toe te passen op mijn vakgebied, het colorectaal carcinoom. Helaas voor mij, maar gelukkig voor u, koos zij voor samenwerking met collega Spiek en collega Becker. En uw bijzonder fraaie proefschrift dat ik hier vandaag mag bevragen aan u en uw fraaie presentatie van zojuist bewijst dat ze daarmee een uitstekende keuze heeft gemaakt. En ik wil u dan ook feliciteren met het fraaie proefschrift en er ook uiteraard uw promotieteam bij betrekken. Deels door de fascinatie destijds gewekt, maar ook door intrinsieke interesse, vond ik het heel erg leuk om met u van gedachten te wisselen. Maar ik moet ook toegeven dat ik nog wat avonden moest studeren over al die pathway, want dat zijn best wel taaie stof. Maar ik kwam toch tot de PI3-kinase als een van de centrale thema's in uw proefschrift. Om te beginnen in hoofdstuk 2, waar u de fysiologische veranderingen beschrijft van dat eiwit. Mijn vraag nu is, wat heeft u precies gevonden en heeft u dat verrast? Hoogleerder opponent, bedankt voor uw felicitaties en complimenten. Ik heb het einde van uw vraag niet helemaal goed kunnen verstaan. Zou u het misschien nog een keer kunnen herhalen? Zeker, zeker. Hoofdstuk 2, daar beschrijft u de veranderingen in het expressie van PI3-kinase tijdens de fysiologische cyclus. En mijn vraag nu is, wat heeft u precies gevonden en heeft u dat verrast?
Oké, ja, dank u wel. Het is inderdaad zo dat die PI3K daar heel opvallend uitkwam uit de analyses, waarbij je heel duidelijk ziet dat die PI3K-pathway aanstaat tijdens de folliculaire fase van de menstruatiecyclus en lijkt uitgezet te worden in de luteale fase. Dat verraste me niet echt, omdat het een belangrijke pathway is bij de proliferatie van cellen. Ja. En ja, het is ook wel enigszins te verklaren dat je dus in die folliculaire fase juist heel veel proliferatie hebt, omdat dat de fase is waarin juist heel veel trilhaarcellen ontstaan in die eileider. Zodat uiteindelijk als er een eitje springt bij de ovulatie, die trilhaarcellen ervoor kunnen zorgen dat spermacellen, maar anderzijds ook de eicel, dus kunnen bewegen door die eileider. En wat je vaak ziet is dat dan na die ovulatie die trilhaarcellen weer afsterven. Dus ja, dat je minder proliferatie hebt. Ja, dus dat is duidelijk, hè, die functie van dat eiwit, dat komt eigenlijk heel goed overeen met wat je bij de vrouw waarneemt tijdens die cyclus. Dan in hoofdstuk 3, moet ik zeggen, heeft u het gezien bij kanker, dat daar ook een centrale rol is. En opnieuw de vraag, wat heeft u precies gevonden en was dat voor u een verrassende bevinding? Ja, bij de kankercellen, bij de stick lesies in ieder geval, zien we dat die pathway juist weer heel aan gaat staan. Dus dat het nog actiever wordt, als het ware. En dat behoudt ook in die hooggradig serieuze carcinomen die aan die patiënten gekoppeld zijn. Dus je ziet eigenlijk dat die pathway dus nog sterker actief wordt, dus dat er nog meer proliferatie is. En dat is ook wel iets wat we hadden verwacht. Op basis van literatuuronderzoek blijkt deze pathway ook in heel veel kankersoorten een belangrijke rol te spelen. En dat je dat zo vroeg al terug kon vinden in de sticklesies was wel iets wat we verrassend vonden. Maar ook wel enigszins verklarend van het feit dat zo'n stiklesie dus een voorloper kan zijn van dus het eierstokkankertype. Ja. Ja, dus u zegt eigenlijk van, nou, die eigenschap van het eiwit, dat komt heel goed overeen met de verstoring van de celdeling zoals je bij kanker vindt. Dus eigenlijk iets heel logisch. Dus hoe logisch zou het zijn als je dat remt, dat dat zou helpen bij de bestrijding? Dat heeft u uitgezocht in hoofdstuk 7. Misschien kunt u dan nog, u heeft het net heel goed in uw presentatie gezegd, maar in één zin ook een keer zeggen, wat heeft u precies gevonden in hoofdstuk 7 als het gaat om de effectiviteit van die remmers die u heeft uitgezocht? Ja, die remmers die tonen uiteindelijk een wat minder positief effect. Er is wel effect in een deel van de patiënten. En als je gaat kijken hoe lang dat effect dan aanhoudt, dan valt dat best wel tegen. Dus op basis van de verwachting dat je ziet dat in veel patiënten deze pathway aanstaat, is dan het percentage respons wat we dan zien in patiënten die behandeld worden met zo'n PI3K-inhibitor eigenlijk best wel laag. Ja. En dat is jammer. Dat is jammer. En dat verrast u blijkbaar een beetje. Maar ik heb nog een keertje goed naar die pathway gekeken. U heeft al netjes ook afgebeeld in uw boekje. Ik heb het nog eens een keertje. Het is eigenlijk een simplificatie in uw boekje. Het is heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk veel ingewikkelder in het echt. En zou het kunnen zijn dat er andere fenomenen spelen die dat eiwit dan toch downstream of upstream van die medicatie toch activeren? Ja, zeker. Daar heeft u zeker gelijk in. Er zijn heel wat crosstalks, om het maar zo te noemen, tussen de verschillende signaaltransductiepaden. En wat we zagen in onze hooggradig serieuze carcinomen was vaak dat er ook nog een ander signaaltransductiepad heel hoog geactiveerd was. Ja. Dus het is vaak niet alleen die PI3K. Nee. En dat is hetgeen wat het lastig maakt in de behandeling. Ja, maar toch zegt u eigenlijk in uw verklaring aan het eind van die review, zegt u van ja, de reden dat het niet werkt was dat we het eigenlijk niet goed konden meten. Dat vond u eigenlijk de belangrijkste bevinding, als ik het goed begrepen heb. In de zin van of we de juiste patiënt konden selecteren. Ja. Ja, ja. Ja, wat je ziet is dat dus toch wel een klein deel van de populatie erop kan reageren. Dus het is zeker niet een medicijn wat we meteen de prullenbak in moeten gooien. Nee. Maar we moeten gewoon focussen op het juist die patiënten eruit pikken. Want ja, je ziet toch dat er een aantal patiënten zijn die lang op zo'n middel kunnen reageren. Ja. En nog even over u zegt, van, we moeten die medicijnen die ik heb onderzocht niet in de prullenbak gooien. In hoofdstuk 8 beschrijft u de trial, waarin u bij die specifieke pathway een medicijn voorschrijft. Ik moet even opzoeken, dat was itraconazol. Ja, dat zag ik eerlijk gezegd niet terug in de medicijn hoofdstuk 7 en eigenlijk ook niet op internet. Dat dat nou een hele specifieke marker zou zijn of medicijn zou zijn bij mensen. Hoe bent u bij die keuze gekomen? Ja, nou, we hebben de meta-analyse in eerste instantie uitgevoerd om te kijken van kunnen we een inhibitor kiezen die ingrijpt op de PI3K mTOR en ACT eiwitten. Uiteindelijk uit de review en meta-analyse bleek dus dat er niet zo'n hele goede respons tussen zat. En uiteindelijk hebben we voor itraconazol gekozen omdat dat een middel is waarvan toch wel wat artikelen al wel zijn verschenen in andere type kankers, met name prostaatkanker, dat het effect zou kunnen hebben. En de gedachte is dat het enigszins via de Hedgehog pathway zou kunnen verlopen, die remming. Maar er is ook wel bewijs dat het aangrijpt op die PI3K pathway. Dus dat is de reden dat we in uiteindelijk het hoofdstuk met de stap-over-studie toch voor die itraconazol hebben gekozen. En een ander belangrijk punt wat dan ook wel meespeelde daar was de prijs van de medicijnen.
De PSVK Act Emptor medicijnen zijn allemaal nog, bijna allemaal onder patent. Dus die zijn echt wel heel prijzig, met veel bijwerkingen. Dus dan, ja, alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we voor itraconazol kozen. Goed, nou, u heeft mij overtuigd. Ik geef u nogmaals de complimenten voor de goede verdediging. En ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Ten Dijke, hoogleraar moleculaire celbiologie, in het bijzonder de signaaltransductie aan Leiden Universitair Medisch Centrum. Wij waarderen ten zeerste uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de rector. Ook dank voor de uitnodiging. Geachte promovendus, ten eerste mijn felicitaties met uw mooie proefschrift. Het ontstaan en de behandeling van ovarian cancer is niet mijn expertise en ik heb door het lezen echt veel geleerd hierover. Het ontrafelen van verstoorde signaaltransductiepaden is wel mijn expertise en tijdens het lezen kwamen een aantal vragen op waarover ik graag met u wil discussiëren. En mijn eerste vraag heeft betrekking op hoofdstuk 2 en 3. Bijvoorbeeld op pagina 33 beschrijft u dat de aanpak die u heeft, die profiling van die signaleringspathways, dat je daarmee een heel mooie kwantitatieve analyse kunt doen op de functionaliteit van een aantal signaaltransductiepaden. En daar ben ik het helemaal met u eens, dat die qPCR, dat die een hele grote dynamische range heeft en dat je daarmee goed kunt kijken naar die activiteit van die pathways. Toch is in wetenschap moet je altijd toch zorgen dat je onafhankelijk eigenlijk diezelfde bevindingen kunt meten. En in hoofdstuk 3, daar kijkt u naar immunohistochemie naar die nucleaire localisatie van die FOXO-transcriptiefactor. Dat ook eigenlijk een analyse geeft van die PI3 kinase pathway. En daarmee laat u heel mooi die correlatie zien tussen die verschil van die signaleringspathways met die differentiële FOXO-expressie. Dus ik vroeg me af van, ik zou graag van u willen weten van, denkt u dat dat voor de toekomst ook belangrijk is om niet alleen die signaleringspathways te meten met die aanpak die u gekozen heeft, maar toch ook andere methodes, bijvoorbeeld met immunohistochemie, waarbij je ook kunt kijken naar activatie van pathways, bijvoorbeeld met FOXO, zul je dat laten zien, maar wij kijken bijvoorbeeld naar gefosforyleerd SMAD2. Daar kunnen we eigenlijk ook heel mooi die activiteit van die pathway uitlezen. Daar zou ik graag uw mening over horen. Hooggeleerde opponent, bedankt voor de complimenten en felicitaties. We hebben inderdaad ook immunohistochemie gebruikt. Ik denk zeker dat niet op zichzelf iets moet zijn wat we moeten gebruiken in de kliniek. Want dat volgt ook uit mijn hoofdstukken. Maar ik denk dat er wel een heel groot voordeel is om het te combineren. Ten eerste, en dat hebben we gebruikt in het hoofdstuk waar het over heeft, is om het te vergelijken met ander onderzoek wat al gedaan is. Om eigenlijk je bevindingen die je hebt ook nog eens te kunnen checken met andere onderzoeksgroepen. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om in dat hoofdstuk wel die FOXO3A-kleuring toe te passen. En dat deed ook uiteindelijk onze bevindingen klopte met wat we eerder beschreven in de literatuur vonden. En ik denk voor in de toepassing in de praktijk, dat het ook wel goed is om de immunohistochemie er misschien toch nog in te houden, omdat je ook kunt kijken naar het product van zo'n actief signaaltransductiepad. Dus je kunt ook daarmee onderzoeken van de eiwitten die uiteindelijk dus worden afgeschreven en geproduceerd, zijn die inderdaad aanwezig in deze cellen. Dus je kunt dan meer kijken naar echt de respons van wat doet zo'n actief signaaltransductiepad, want dat kun je op basis van deze data die we nu hebben verkregen natuurlijk nog niet. Ja. Ja, een van de beperkingen volgens mij van de aanpak die u gekozen heeft is dat u kijkt naar bulk, een hele grote groep cellen. En met immunohistochemie kun je eigenlijk kijken naar heel specifieke cellen. Dus ik denk dat dat toch wel een meerwaarde heeft. Een andere vraag heb ik over hoofdstuk 4. Daar kijkt u ook naar de signaleringspathways in ovarian carcinoma. En ik weet dat vanuit de proefschrift ook dat ovarian carcinoma heeft veelal, of een aantal patiënten hebben mutaties in specifieke genen, P53, BRCA, PI3 kinase. En dat vroeg me ook weer af van of u ook gekeken heeft of dat bekend is, die mutaties die bij die patiënten die u heeft bekeken. En of dat dan correlaties zijn met de expressieprofielen en de mutaties in die specifieke genen. We hebben geen DNA-onderzoek gedaan, dus we hebben niet echt naar mutatieanalyses gekeken. Dat zou wel een hele goede toevoeging zijn geweest, want dat maakt juist heel interessant om te zien van is inderdaad het signaaltransductiepad waarin zich zo'n mutatie bevindt ook actief geactiveerd.
Dus dat hebben we op de samples die we in hoofdstuk 4 hebben beschreven helaas niet gedaan. Okay. Maar ik snap zeker de meerwaarde. Ja, ja. Want in Leiden volgens mij wordt er onderzoek gedaan door PARP-remmers worden toegepast in ovarian cancer. En daar hebben ze een functionele test ontwikkeld door niet alleen te kijken naar de mutaties in BRCA, maar eigenlijk naar de functionaliteit van die pathway. Om op die manier eigenlijk mensen te selecteren die dan gevoelig kunnen zijn voor PARP-remmers. Misschien mijn laatste vraag is van over hoofdstuk 7. Daar beschrijft u van dat voor een optimaal resultaat met betrekking tot therapie, dat is PI3 kinase remmers mogelijk met andere combinatietherapie, dat mogelijk de meest efficiëntere methode zal zijn. En ik vroeg me af van hoe gaat u dat bepalen voor ieder individuele patiënt? Heeft u daar gedacht over? Ja, voor de combinatietherapie inderdaad. Ja, ja, wat we natuurlijk in de stapoverstudie ook zullen doen, is natuurlijk dat we die hele range aan pathways onderzoeken. En er zullen ongetwijfeld een heleboel patiënten uitkomen die meerdere pathways actief hebben aanstaan. In de eerste fase van het onderzoek is het nog niet mogelijk om combinatietherapie te starten, maar dat willen we wel gaan doen. Okay. Het uitkiezen van die combinatietherapie gebeurt dan met name door de artsen zelf en door de onderzoekers. En er moet met name gekeken worden naar hoe hoog is het signaaltransactiepad ten opzichte van het normale weefsel. Ja. Want hoe hoger, hoe groter de kans, denken we, dat het een tumordrijvende pathway is geweest. Ja. Ja, u geeft ook volgens mij zelf aan in uw proefschrift van dat tumororganoïden mogelijk ook een uitkomst zouden kunnen bieden, die je dan kunt karakteriseren op mutaties en daar dan verschillende therapieën kunt uittesten, die dan mogelijk, als u dan die mutaties vindt, dan kunt toepassen. Ja. Ja, het zou mooi zijn om dat te combineren, die organoïdenonderzoek, om daar dus de medicatie op te testen en het uiteindelijk toe te passen op de patiënt. Ik weet dat het in Utrecht wel gedaan wordt, ja, dus het zou leuk zijn om dat te combineren. Ja, ja. Heel erg bedankt voor uw antwoorden en discussie en ik geef het woord graag terug aan de rector. Dank u wel. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Van de Vijver, hoogleraar gynaecologische pathologie aan de Universiteit van Gent. Professor Van de Vijver was lid van de beoordelingscommissie en ook voor u hartelijk welkom bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovendus, voor eerst wil ik mij aansluiten bij mijn voorgangers en u feliciteren met dit prachtige werk. En ook uw promotoren. Ik was direct helemaal enthousiast toen ik het las. U weet dat ik patholoog ben. U heeft samengewerkt met een aantal patologen. Ik wil vooral over hoofdstuk 6 met u van gedachten wisselen. Met name de immunohistochemische expressie van de oestrogeenreceptor. En daar sluiten we een beetje aan ook bij de vragen van mijn voorganger, die het over FOXO3 had. Mocht u meekijken met de pathologen? Ja, zeker. Heel veel. Heeft u ook mee mogen beoordelen? Ik heb uiteindelijk niet de daadwerkelijke beoordeling gedaan, dat heeft een patholoog gedaan, maar ik heb er wel heel veel naast gezeten en meegekeken. Nou, het is fijn om te horen. U heeft een paar keer in uw presentatie gezegd dat al die eiwitexpressie onbetrouwbaar is. Nou, dit is ook voor het publiek, dit is mijn job, dat doe ik al 20 jaar. Dus nu weet ik dat ik onbetrouwbaar werk. En als ik uw boekje lees over die signaaltransductiepathways, dan geef ik u een beetje gelijk. Misschien een beetje veel gelijk. Wij werken niet onbetrouwbaar, tenminste ik vind niet dat ik onbetrouwbaar ben. De interpretatie is onbetrouwbaar. Als je kijkt naar een eiwitexpressie, ER, waarnaar kijken we dan? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor deze felicitaties en complimenten. We kijken inderdaad naar de oestrogeenreceptor en we kijken naar hoe sterk iets aankleurt. Dus hoe verkleurd, hoe rood in ieder geval van de oestrogeenreceptor iets wordt. Ja. En als je nu kijkt naar de oestrogeen signaaltransductiepathway, waar kijk je dan naar? Ja, wat wij hebben gedaan is dus het mRNA gemeten van de targetgenen die geactiveerd worden als het hele signaaltransductiepad geactiveerd is. Maar je kijkt dan naar het mRNA niet van de receptor, maar van het ligand van het oestrogeen zelf. Ja, eigenlijk is het... Dus dat wil zeggen, als wij kijken naar de oestrogeenreceptor, dan gaan wij iets kunnen zeggen van de receptor is aanwezig of de receptor is niet aanwezig, maar wij zeggen helemaal niks over de functionaliteit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik zeg al 20 jaar, heel die histoscores en D-scores, is een beetje flauwekul. Want dat zwak aankleuren en sterk aankleuren wil niet zeggen dat het zwak aanwezig is of sterk aanwezig is. Die studies zijn al gebeurd, onder andere ook op borstkanker. Als je weefsel minder dan 6 uur laat fixeren, dan heb je altijd zwakke
expressie, een zwakke aankleuring. Als je weefsel meer dan 72 uur laat fixeren, als het aanwezig is, heb je altijd sterke expressie. Dus heel die histoscore hangt af van wanneer eigenlijk iemand geopereerd wordt. Want we werken niet in het weekend, spijtig genoeg. Dus iemand die op vrijdag geopereerd wordt, dan gaat dat weefsel in de formaline en blijft tot maandag in de formaline. Dus iemand die op vrijdag geopereerd wordt, heeft vaker sterke hormoonexpressies dan iemand die bijvoorbeeld op woensdag geopereerd wordt en waarbij we op donderdag al het resultaat aflezen. En dan weet ik hier in Maastricht, met carnaval sluit het ziekenhuis zelfs 4 dagen. Dus hoe sterk moet die expressie dan wel niet zijn? Dus dat maakt het wel heel belangrijk dat je moet weten, als we als patholoog een biomerker geven die prognostisch of predictief kan gebruikt worden, dat wij eigenlijk alleen maar kwantitatief iets zeggen, of het er is of het er niet is, en dus niet zeggen hoe functioneel het is. Nu, dat maakt niet dat ik dus niet minder enthousiast ben over jouw werk, want ik denk dat we zo snel mogelijk jouw signaaltransductiepathways in de kliniek moeten toepassen en niet alleen op die stapoverstudie moeten gaan wachten, want je kan blijven valideren. Nu, hoe duur is zo'n signaaltransductiepathway-bepaling? De exacte kosten durf ik niet te zeggen. Want maar een groot worden, een paar honderd euro, een paar duizend euro. Ik denk 100, 200 euro als ik zou moeten schatten. Maar mensen hier in de zaal weten het straks vast goed te vertellen. Kijk, het is natuurlijk duurder dan mijn eiwitexpressie, want een immuno voor oestrogeenreceptor kost amper 5 euro. En die patholoog die betaal je nog een euro bij en dan zit je altijd ver onder die 100 of 200 euro natuurlijk. Hè. En toch denk ik dat we dus uit die signaaltransductiepathways veel meer gaan kunnen halen. En je kan dan met mRNA, kijk je niet direct naar één expressie, één eiwit, want elk eiwit dat ik ga doen kost 5 euro. ER, PR, AR, PI, nee, er bestaat nog geen eiwit voor PI3K, maar dat kan ook wel gaan komen. Je kan direct dat helemaal samen doen. En dan las ik in je future perspectives wel iets wat ik wel belangrijk vind. Je moet niet gaan kijken naar één keer in die patiënt. Je moet gaan kijken dus voor therapie, na therapie. En wanneer moet je nog allemaal gaan kijken? En waar moet je nog gaan kijken? Ja, je moet in ieder geval inderdaad voor en na de therapie kijken. Het liefst ook weer bij een volgende behandeling om te zien wat uiteindelijk het effect is. Ja, hè? Dus inderdaad bij recidief, als die tumor er terug is. Want die tumor kan weer anders functioneel gaan doen. Ja. En welk gezond weefsel gaan we gebruiken? Ja, we hebben inderdaad hier in ieder geval gekozen voor die eileider epithelcel, omdat we dan een groot deel van de ovaarmcarcinomen kunnen dekken. Wat gebeurt er bij therapie? Ik bedoel dat de cel weer helemaal verandert en uiteindelijk weer uitzaait. Wat doet de gynaecoloog als die de vrouwen gaat behandelen? Ja, dan haalt hij in ieder geval al het weefsel weg. Dus dan heb je geen gezond weefsel meer in die vrouwen. Ja, ja. Je hebt maar één eileider, je hebt er twee, maar dus die wordt geopereerd. Ja, nou, we moeten ook niet het gezonde weefsel van de vrouw zelf die kanker heeft gebruiken, denk ik, als controlemateriaal. Want dat is natuurlijk niet echt een betrouwbare. Zou je een gezond weefsel kunnen gebruiken in de vrouw? Dat er altijd blijft zitten. Dus dat je ook als zij recidiveert, dat je dan daarna opnieuw toch gezond weefsel hebt in die vrouw, dat je dan terug kan gebruiken. Nee, ik denk dat we er toch voor moeten kiezen om die eileider zeker weg te halen. Ja, dat ben ik mee akkoord. Ja, die moet eruit, want die kan ook precursor zijn. Ja. Maar ik zoek weefsel in de vrouw. Dus die vrouwen die hebben ovariumcarcinoom gekregen, die worden geopereerd, dus een debulking. Uterus, eileiders, eierstokken, alle tumor wordt weggehaald. Die zijn even kankervrij en na 4 maanden komt de kanker terug. Welk gezond weefsel zouden we dan misschien kunnen gebruiken? Ik denk dat het mogelijk is om de eierstok misschien dan te gebruiken, omdat dat een weefsel is. Nee, maar die eruit. Dat is waar. Je moet eigenlijk het soort weefsel hebben waarin die cel zich dus makkelijk hecht en waar ze zich makkelijk gaat groeien, denk ik. In welke cellen zit er veel oestrogeenreceptor? Ja, je zou het buikvlies dan peritoneum eventueel kunnen gaan pakken. Nee. Je hebt vrouwen met een hoge BMI uit een aantal trials gehaald. Waarom? Bijvoorbeeld met de vetcellen. Vetcellen zitten vol met oestrogeen. Dus is natuurlijk ook niet functioneel, want dat zit er gewoon opgestapeld. Maar vetcellen, en die moeten ook receptoren hebben. Heel veel bindweefselcellen in die vrouw zitten ook vol. De meeste vrouwen hebben twee borsten. Borstklierweefsel zit ook vol met oestrogeen. Dus je zou, en een biopje is niet zo invasief, het is een prikje. Je zou natuurlijk misschien normaal borstklierweefsel kunnen nemen als telkens als gezonde controle. Om te kijken wat de functionele activiteit is. Misschien bij die vrouw, ik weet het niet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus ook elke vrouw zelf als interne controle gaat gebruiken. Om die functionele pathways te kunnen gaan testen met elkaar.
Ik had nog één vraag. Op pagina 123, figuur 6.3 in je boekje. Dan heb je dus die oestrogeenreceptorproteïne-expressie. En je ziet vijf vrouwen die helemaal rond die nul hangen. Hadden die een verschil in signaaltransductiepathways? En u bedoelt de vrouwen die rood aankleuren in de figuur? Nee, die of vijf juist helemaal links. Die is op ja, 0%. Ja, eigenlijk met 0%, ja. Nou, de signaaltransductieactiviteit van de oestrogeenreceptor staat daar weergegeven. Die zitten inderdaad wel wat dichter bij elkaar. Niet zo hoog als de. Is het ook niet zo hoog, hè? Nee. Dus in die zin zijn we wel betrouwbaar dat als het er niet is, dan zal het ook niet functioneel zijn. Nee. Ik zie, omdat je over rood begon, is hoograd, en daar ga ik mee afsluiten, is het hoogradigste reservoirumcarcinoom bij die rode vrouwen, dus de premenstruele vrouwen, is het een ander soort kanker dan bij de postmenstruele? Nee, in principe denken we op dit moment niet dat het een ander soort kanker is. Maar wat mijn gedachte is, is dat het mogelijk wel anders kan reageren op de oestrogenen. Want bij een premenopausale vrouw zijn die oestrogenen natuurlijk nog in hogere dosering aanwezig in het bloed. Waardoor de tumor er waarschijnlijk anders op zou kunnen reageren. En we zien ook een hogere ER-pathway-activiteit in deze vrouw. Als je het vergelijkt met de groep vrouwen die postmenopausaal zijn. Dus lage levels. Dus ik denk dat het dan hier ook weer belangrijk is dat je elke vrouw als haar eigen interne controle gebruikt. En dat je zorgt dat je... Ja. Gezond weefsel van die vrouw hebt om te kijken wat dan in dat weefsel de ER-functionaliteit is. Ik denk wel dat het lastig is als je borst bijvoorbeeld zou gebruiken als gezond weefsel, omdat ieder weefseltype natuurlijk ook weer zijn eigen normaal anders, heeft van bepaalde... Ja, ik ben naast gynaecologisch patoloog ook borstpatoloog en daarom ga ik naar borsten kijken. Ja. Of tenminste naar het weefsel kijken. Ik kijk alleen maar door de microscoop naar weefsel. maar ik dus naar die cellen... Ik heb ooit een patholoog gekend, Chris Fletcher, hij leeft nog, ik moet afsluiten, ik weet het. Die zei dat bij vrouwen bijna al het weefsel oestrogeenreceptor gevoelig is. Dus ik denk dat je zeker ook ergens subcutaan weefsel moet gaan vinden dat je kan gebruiken. Nou, ik ga zeker nog horen van u en van uw team. Ik kijk er naar uit. Dank je wel. En ik geef het woord terug aan de prorector. Dank je wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Kruidwagen, hoogleraar gynaecologische oncologie aan deze instelling. Professor Kruidwagen was ook lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de prorector. Mevrouw de promovendus, ook van mijn kant mijn felicitatie en complimenten voor het hele mooie boekje. En dat is ook gericht aan uw begeleidend team. Ik moet zeggen, het was voor mij als klinicus een pittig proefschrift. Maar al lezende raakte ik er meer en meer door geïntrigeerd. Dus echt complimenten daarvoor. Ik wil met u gaan discussiëren over het ontstaan van het ovariumcarcinoom. En voordat ik dat ga doen, wil ik een van uw paren nemen van, die zit er niet voor niets, bij vraagstelling 1 voor te lezen. The cyclic changes in signal transduction pathway activity suggest a menstrual cycle specific function with which may affect the morphology and physiology of the human fallopian tube. Dank u wel. Ik denk dat die stelling met name gerelateerd aan de eerste twee hoofdstukken. En hoofdstuk 1, daar beschrijft u eigenlijk een pilotstudie, zegt u zelf ook. Hè? Slechts 25 patiënten die daarin worden geïncludeerd om te kijken naar de hormonale invloed is de hormonale variatie in de cyclus. Eerste paar korte vragen. U zegt van nou, ik kijk naar pre- en postmenopausale patiënten en ik zie geen significante verschillen. Ik vraag me dan af, het is een hele kleine groep, mag je überhaupt praten over significante verschillen als er zo'n kleine groep is en zo'n grote variaties ziet? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor de felicitaties en de complimenten. Het is inderdaad waar dat het kleine groepen zijn geweest. Maar als we de menstruatiecyclus dus opsplitsen in kleinere groepjes, zien we wel juist weer significante verschillen. Dus ik denk daarom dat het wel nog zinvol is geweest om dit met elkaar te vergelijken. En doordat je eigenlijk een grote spreiding ziet, dus tijdens de menstruatiecyclus, ja, valt dat misschien in het niet met de patiënten die dus niet meer menstrueren, waarin je dus niet meer die significantie vindt. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de vroegfolliculaire fase die u beschrijft, en u bepaalt dat op basis van de histologie en op basis van de hormoonspiegels, dan zie ik, dan zijn het geloof ik 4 patiënten. En in figuur 2.1, C,
dan één van die vier patiënten heeft wel ontzettend hoge estradiolconcentratie. Dan denk ik bij mezelf, is die wel vroeg folliculair? Ja, dat is inderdaad ook iets wat ons is opgevallen. En wat we ook nader hebben onderzocht, of we er een verklaring voor konden vinden waarom die patiënt nu hoog oestrogeen had. Het is inderdaad wel wat afwijkend ten opzichte van de rest. Op basis van BMI hebben we niet echt een duidelijk antwoord kunnen vinden. Het is niet een patiënt die extreem veel hoger BMI heeft, wel aan de hoge kant. Maar niet. Mag je dan wel vroeg voor de clair noemen? Ja, dat op basis van dus de overige hormonen die we hebben gemeten, is LSH, LH en FSH. En op basis van de Coopers van het endometrium die we hebben bekeken, past deze patiënt toch wel het beste bij die folliculaire fase. Ja. Oké, duidelijk. U concludeert dan, ook in het abstract, dat de hormonale cyclus en de veranderingen daarin, dat die van invloed zijn op de pathways, de signal transduction pathways. En dan vraag ik mij af, kijk, we zijn altijd gewoon, en u denk ik ook, dat je als je een onderzoek gaat doen, dat je soms met oogkleppen op gaat kijken naar jouw onderdeel. Dat heb ik ook. In mijn proefschrift, kom ik direct op terug bij u, heel lang geleden. Maar zijn er misschien nog andere invloeden dan die u benoemt in deze studie, in deze pilotstudie, die ook van invloed zouden kunnen zijn op die veranderingen behalve de hormonen? Zeker, ja. Er zijn heel veel invloeden mogelijk inderdaad op die signaaltransductieactiviteit. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar voorgeschiedenis. Is het een vrouw die bijvoorbeeld endometriose heeft, adenomyose, of is er bijvoorbeeld sprake van een infectie, een salpingitis? En als u over endometriose spreekt, wat zou daaraan gerelateerd ook van belang kunnen zijn? Medicatiegebruik. Maar als u kijkt naar de menstruele cyclus. Bedoelt u dan meer de infectieuze? Nee. Nou, ik bedoel eigenlijk, en dat zijn mijn oogkleppen, retrograde menstruatie. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar retrograde menstruatie. En dat beschrijft u niet in dit hoofdstuk, 25 patiënten. En u beschrijft dan vervolgens allerlei variaties, ook in die pathways. En ik vraag me af in hoeverre retrograde menstruatie ook niet een aantal van die variaties kan verklaren. En dan wil ik met u gaan kijken naar die PI3-kinase-activiteit. U beschrijft in het boekje dat u die indirect meet. Toen vroeg ik me af als simpele klinicus, waarom meet je het dan niet direct? Ja, we meten dat op basis van de FOXVO-transcriptiefactor. Uh-huh. Dus dat is wat we direct meten. Uh-huh. En we leiden daar dus die PI3K-activiteiten uit af. Omdat dat eigenlijk in evenredig met elkaar... Maar is het niet direct te meten? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Het is een aanname natuurlijk dat die twee zo met elkaar gecorreleerd zijn. Sorry dat ik u onderbreek, maar u beschrijft bij een van de patiënten, dan zegt u dat in de vroeg luteale fase, geloof ik, dat die waarde waarschijnlijk verstoord is omdat er een hoop oxidatieve stress optreedt. Klopt. En dan krijg je dus een vals lage waarde. Klopt, hè? Klopt. Nou, weet ik dat retrograde menstruatie ook oxidatieve stress oplevert. Zijn er bij die andere bepaling, is er daar ook naar gekeken? Bijvoorbeeld in de vroegfolliculaire fase bij die patiënten? Ja, bij alle patiënten is gekeken of er sprake was van oxidatieve stress. Okay. Op basis dus van het SLOT2-gen. Mm-hmm. En inderdaad, bij één van die patiënten zagen we dat dus in combinatie met hoge FOXVO aanwezig was. Dus dan is eigenlijk die PI3K-meting niet meer geheel betrouwbaar. Mm-hmm. Okay. Het is in alle samples gemeten. En zou je eigenlijk niet verwachten dat je in die vroegfolliculaire samples eigenlijk ook, als iemand retrograde menstruatie heeft, een hoge waarde moet, althans dus een lage PI3-kinase-activiteit zou moeten meten? Of zit ik dan helemaal verkeerd? Ja, ik denk meer dat je dan moet denken aan het feit dat er dus heel veel proliferatie plaatsvindt in die cellen. En dat dat er dus voor gezorgd heeft dat die FOXVO in ieder geval laag is en PI3K dus hoog. Ik denk dat ik moet gaan afronden als u mij zo één kort vraag. In deze groep patiënten zijn er drie die gesteriliseerd zijn en één patiënt heeft een NovaSure gehad. Ja. Die hebben geen retrograde menstruatie meer. En in dat kader vroeg ik me af, hoe zou dat zitten in de vroegfolliculaire fase? Maar daar moet u dan nog eens een keer even naar kijken. Dat is goed. Ik dank u wel voor de antwoorden. Zeer belangrijk voor mij betreft en ik geef het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Witteveen, hoogleraar medische oncologie aan het UMC Utrecht. Ook voor u hartelijk welkom bij deze academische plechtigheid. Dank u wel, meneer de conrector. Geachte mevrouw de promovenda, ik sluit me natuurlijk aan bij alle felicitaties voor u en uw promotieteam. En ik kan het ook niet even nalaten om te zeggen dat u een prachtig ontwerp van uw boekje ook heeft gemaakt.
Maar daar zitten we nu nog even niet voor. Voordat ik met u naar hoofdstuk 4 ga, is me even een vraag opgekomen naar aanleiding van het vorige gesprek. Die werd verwezen naar het doen van organoïden. Dat onderzoek doen wij inderdaad. Nou, kan ik heel kort over zijn. Daar is vreselijk veel tijd voor nodig. Dat lukt nog helemaal niet zo. Dat weet u natuurlijk. Maar dat deed me wel even de vraag oproepen. Hoe lang duurt het voordat ik een uitslag heb van een STP-analyse? Ja, hooggeleerde opponent, dank u wel voor de felicitaties en voor deze vraag. Het duurt ongeveer 2 weken voordat we de resultaten hebben en daadwerkelijk ook kunnen toepassen. Maar het zou sneller kunnen, want zo'n PCR-test runnen kan in een dag natuurlijk. Ja, maar 2 weken maakt het al een stuk haalbaarder dan onze maanden waar wij op dit ogenblik nog in moeten doen. Los van het feit dat ik denk de combinatie heel erg interessant zou zijn. Zoals ik zei, ik wil met u naar hoofdstuk 4, waarin u gekeken heeft naar een groep vrouwen met ovariumcarcinoom met een korte en een langere ziektevrije overleving. En ik vind de eerste vraag die ik eigenlijk heb, u vertelt over het studiedesign en welke patiënten erin gaan. En dan begint u met 580 patiënten en voordat ik 2 regels verder ben, zijn er al 423 patiënten uit. En ik vind heel vaak de groep die je niet meeneemt minstens zo interessant als de groep die je wel meeneemt. En het wordt mij niet helemaal duidelijk waarom er zo ongelooflijk veel vrouwen uitvallen. Ik kan er wel iets over bedenken, maar ik hoor graag eerst uw antwoord. Ja, om meerdere redenen natuurlijk dat er een groot gedeelte van de patiënten afvallen. Heel vaak was het omdat er geen weefsel beschikbaar was vlak voor start van therapie. Vaak doen we op basis van ascitescellen, gaan we de diagnose stellen, geven we dan chemotherapie. En eigenlijk ascites kunnen we niet gebruiken voor deze signaaltransductiepathway-activiteit. En materiaal van de interval-debulking wilden we ook niet gebruiken om het effect van chemotherapie niet te kunnen meten. Oké, dus vandaar dat wij in Utrecht strenger zijn, want bij ons begint er geen patiënt aan chemotherapie zonder dat we daadwerkelijk histologie verkregen. Ja, dan kan ik die patiënt al niet gebruiken. Ja, maar dat is de verklaring voor deze, dat is jammer, want het is natuurlijk, dan gaat u, en vervolgens gaat u ook, en daarna kom ik nog iets anders terug, maar even over de methode, gaat u onderscheid maken tussen pre- en postmenopausaal. Hoe heeft u dat vastgesteld? We hebben op basis van leeftijd in eerste instantie een eerste screening gedaan. En op een gegeven moment hebben we gezegd, patiënten onder de 60 jaar, daar hebben we de endometriumkoepers van opgezocht. En die hebben we opnieuw bekeken op het moment dat er in het dossier nergens duidelijk beschreven stond wat menopausale status was van de patiënt. Dus we hebben dat wel verder onderzocht op basis van echt histologie op het moment dat er enige onduidelijkheid over was. En hoe tevreden mag je, misschien moet je aan iemand anders vragen, maar hoe tevreden kun je, dat weet ik even gewoon niet, over een histologische beoordeling over pre- en postmenopausaal zijn? Ja, dat kan toch best wel redelijk goed. Ja. Oké. Dan gaat u al die pathways doen en dan ziet u daar niet al te grote verschillen. Gaat u eerst univariaat en multivariaat. In de univariaat valt de enige eigenlijk die ER-pathway op en die dan weer wegvalt in het multivariaat. Dat lees ik de verklaring wel een beetje tussen de regels door, maar kunt u dat nog samen... Waarom komt dat, dat het in de multivariaat wegvalt? Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het feit dat je dus naar zoveel verschillende pathways kijkt. En dat ook maar in een heel klein subgroepje komt die ER er natuurlijk aan de slechter kant uit. Hè. Dus het is maar een heel klein groepje patiënten die daadwerkelijk echt een slechtere overlevingskans heeft op basis van zo'n lage ER-activiteit. Denk dus eigenlijk niet dat het andere variabelen zijn die dit beïnvloeden? Als u naar tabel 4.1 kijkt, dan zie je toch vooral tussen de korte en de lange, dat had iedereen kunnen voorspellen. De uitkomst van de primaire operatie. Het is misschien een beetje gek dat ik als medisch oncoloog zeg dat vrouwen met eierstokkanker het moeten hebben van de chirurgie, maar dat is toch echt een hele belangrijke voorspeller. En dat zie je hier ook weer in terug. Denk je niet dat die door alles heen gekomen is? Zeker. We hebben heel duidelijk die 2 groepen gemaakt. En je ziet inderdaad dat er veel meer complete interval debulking zitten in de groep met de lange overlevers. En ook bijvoorbeeld C125 is lager in die groepen. Dus er zijn inderdaad wel wat andere variabelen die natuurlijk meespelen. Die een rol hebben wat we ook wel weten van ander onderzoek op de overleving. Want ten aanzien van alle chemotherapeutische behandelingen. Ik moet het toch even zeggen. Daar meldt u vrij weinig over. Terwijl... Tuurlijk, er zijn restricties, maar juist in de eerste setting doen wij best nog wel wat met de chemotherapie. Dus dat vind ik jammer dat u dat niet heeft meegenomen. Uiteindelijk gaat u dan de ER gaat u in 4 kwartielen indelen. En ontdekt u dat er de 1 versus 2, 3 en 4 kwartiel, dat daar een groot verschil tussen zit. Lage activiteit, slechte overlevering. En daar was ik even geïnteresseerd, want ik heb ook in hoofdstuk 5, waarin u dan antihormonale therapie gaat uitdelen. Dan zegt u op pagina 78 dat die inactiviteit van die IR-pathway, tumorprogressie, u legt dat dan uit. En dan maakt u een hele, voor mij interessante opmerking, dat je hoge dosis oestrogenen moet geven. Nou zit ik niet zo in de ER-wet, dus misschien zit daar de oplossing in, maar kunt u me even helpen?
waarom je een heel hoofdstuk kwijt aan anti-oestrogene therapie. Zeker. En hier toch zegt, geef maar hoge dosis oestrogenen. Ja, ja, wat we dus opvallend vonden is dat dus als die pathway echt helemaal uitstaat, want dat is eigenlijk het geval bij die laagste kwartiel, is dat die mensen dus een slechte overlevingskans had. En ons nou gedachtenspinsel was van wat nou als je juist deze patiënten een ER actief, dus oestrogenen zou geven. Zou dat dan niet juist de beschermende effecten van die oestrogen pathway ietsje kunnen activeren? Zou je het aandurven? Ik denk dat het leuk is om wel een keer te proberen. Nou, leuk. Maar. Ja, even interessant, laat ik het zo noemen. Ik denk eigenlijk dat er ook een heel klein subgroepje is aan patiënten die dus wel reageert op anti-hormonale therapie. En dat is dan maar juist die hele bovenste categorie met die hele actieve pathway. Ja. Dus er zit een duidelijke tweescheiding inderdaad in de patiëntengroepen waarin je de een zou kunnen behandelen met een antihormoon en de andere juist wel met het hormoon om eigenlijk een beetje die normale balans weer te herstellen. Ja. En hoe zou je dat verder kunnen uitzoeken, wie welke groep is? Ja, dan zou je inderdaad een studie moeten doen met patiënten waarin je in ieder geval die signaaltransductieactiviteit meet. En die zou je dan moeten behandelen. In eerste instantie is het dan goed om ze allemaal te behandelen, om echt te kunnen zien van wie is dan die responder. En dan ga je natuurlijk ook een grote groep behandelen, patiënten waarvan je eigenlijk al van tevoren verwacht dat ze niet zullen reageren. Dus ik denk dat het wel goed is om een onderscheid te maken in je studie, waarin je ook al heel selectief patiënten gaat uitkiezen, wat we ook doen natuurlijk in de stopoverstudie. En dat je uiteindelijk in de follow-up moet zien of dat er patiënten zijn die daadwerkelijk kunnen reageren. Ja, en heeft u, want het is toch echt interessant. Even doorgaan en dat we eventueel kijken voor een tweede ronde. Eén kleine vraag hier aan. Heeft u gekeken in de literatuur of iemand het wel eens aangedurfd heeft om hoge doseringen oestrogeen te geven? Ja, de allereerste studies bij borstkankerpatiënten, daar zijn hele hoge doseringen oestrogeen gegeven. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ik ben tevreden met uw antwoorden en ik geef graag het woord terug aan meneer de conrector. Dankjewel. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Hermsen, gynaecoloog, onze lieve vrouw, gasthuis Amsterdam. Dank u. Geachte mevrouw de promovendus, wat een eer om hier te mogen zitten samen met u en met de mensen die ik van harte wil feliciteren van dit geweldige begeleiding en het resultaat. Niet in de laatste plaats een feest der herkenning, omdat 20 jaar geleden wij hier ook over fallopian tubes hebben gesproken. En ik de kunst van het kijken naar histopathologische afwijkingen van u heb geleerd. En wij daar samen mooie herinneringen aan hebben. Maar mevrouw de promovendus, de titel doet mij al zeer veel vreugde. Unraveling the role. Het tekent je bescheidenheid, want je zegt niet, ik heb het bewezen hoe het zit. Maar je voegt iets toe aan bewijsvoering om deze vreselijke ziekte te bestrijden. Hoe mooi ook aansluitend bij de betekenis van wetenschap. Dat is namelijk het behorende proces van kennis verwerven, evenals de gemeenschap waarin je deze kennis verzamelt. En daar wil ik even naar kijken, de gemeenschap waarin u zich heeft bevonden. U heeft namelijk onderzoek gedaan in Catharina, Brabant. Komen we later nog op terug, Brabant, Maastricht en ook in het onze Amsterdamse heeft u gewerkt. Kunt u eens wat vertellen over de significante verschillen tussen deze groepen mensen? Zeer geleerde opponent, dank u wel voor deze mooie woorden en felicitaties. Ik denk allereerst dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen deze regio's. Het is natuurlijk hetzelfde vakgebied. Het zijn allemaal derde lijn centra, in ieder geval grote centra, die onderzoek doen naar gynaecologische oncologie. Wat ik zelf gemerkt heb als duidelijke verschillen is dat het gebied waar ik mijn onderzoek heb gedaan in Eindhoven, dat je daar in ieder geval het voordeel kunt halen uit de Brainport regio. Dus het feit dat er hele kleine start-up bedrijven zitten met een heleboel mooie ideeën. En ook grote bedrijven zoals Philips die in ieder geval ook kunnen zorgen dat de middelen er zijn om dat onderzoek te doen. En die lijntjes met dus de kliniek naar de artsen zijn daar best wel kort. Dus dat heb ik in mijn onderzoek zelf heel erg gemerkt, wat ik ook heel leuk vond. En dat heeft ook toegeleid tot het onderzoek wat we uiteindelijk hebben kunnen doen. En met Maastricht zelf wordt heel veel onderzoek gedaan, ook met Eindhoven. Dus daar zijn de lijntjes ook vrij kort naar dus de regio Eindhoven en de Brainport. En in Amsterdam zelf heb ik natuurlijk niet echt mijn onderzoek uitgevoerd. Maar wat ik merk is dat, het is natuurlijk de hoofdstad van ons land, dat er veel meer internationaal contacten zijn. Dus het contact met andere grote universiteiten in andere steden is daar toch wat makkelijker dan dat we dat misschien in het kleine Eindhoven dan zeg maar kunnen. Ja. Ja. En daarop aanhakend, is dan ook de Amsterdamse vrouw met ovariumcarcinoom een andere vrouw dan in het Maastrichtse, dan wel het Eindhovense? Nee, dat denk ik niet.
Ik denk dat dat dezelfde vrouw is. Wat er misschien enigszins verschillend zou kunnen zijn, dat in het AVL dat toch wel vaak een verwijscentrum is. Dus dat vaak vrouwen die er nog alles uit de kan willen halen, vaker worden verwezen vanuit de regio's toch nog naar het AVL om daar te kijken of er nog misschien studies zijn die daar lopen. Dus misschien dat je naar iets bijzondere casuïstiek tegenkomt, maar over het algemeen is dat allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Mag ik dan misschien de andere paranimf uitnodigen om stelling 10 voor te lezen, alstublieft? Als ze durft. Daar gaat het namelijk over of je iets durft. You must do the things you think you cannot do. Juist. Geachte mevrouw de promovendus, waarom heeft u gedacht dat u iets niet zou kunnen? Daarmee wil ik u feliciteren dat u heeft bewezen dat u het kunt. Ja, het is eigenlijk meer een spirit in de zin van je moet nooit twijfelen aan jezelf, je moet het gewoon doen. En dat heeft mij dit boekje opgeleverd. Ja, fijn. Dan wil ik even teruggaan naar hoofdstuk 3. Nogmaals de fallopian tubes, de eileiders waar we het zoveel over hebben. Ik wilde vragen, je hebt in de materiaal en methode beschreven een groep vrouwen waar wij ons uiterst veel interesse in hebben getoond vroeger, namelijk de hoogrisico BRCA1 en 2 mutatievrouwen. Die heeft u uitgesloten. Nou lijkt me dat een uitgelezen groep vrouwen waar u al uw hypotheses op kunt testen. Wat is de reden van uitsluiting? Ja, we hebben dat heel specifiek uitgesloten omdat we echt wilden zoeken naar de meest normale en gezonde signaaltransductieactiviteit. En deze vrouwen hebben een hoger risico natuurlijk op het ontwikkelen van stiklesies en natuurlijk het eierstokkanker. Dus ja, om eigenlijk dat allemaal uit te kunnen sluiten als oorzaak waardoor het mogelijk een vertekend beeld zou kunnen geven van normale signaaltransductieactiviteit, is dat de reden geweest. Maar met een andere vraag om te kijken van wat we natuurlijk in hoofdstuk 3 doen, wat zijn nou onderliggende signaaltransductiepaden die een rol spelen bij het ontstaan, zou het ontzettend interessant zijn als we die natuurlijk juist wel hadden geïncludeerd om te zien of we daar misschien al wel die verhoogde PI3K-activiteit of verhoogde Hedgehog zouden kunnen terugvinden. Ja. Ja. En de toekomst ligt nog voor u. Ja. Dank voor de antwoorden. Dank u wel. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Hoogstad van Evert, gynaecoloog, Amphia Ziekenhuis Breda. Geachte mevrouw de promovendus, ook ik wil u feliciteren met het mooie proefschrift. U neemt ons heel mooi mee door alle fases dat we iets weten van die signaaltransductie pathways. Ik wil eigenlijk helemaal naar het eind van je proefschrift toe, naar de opzet van de stopoverstudie. Want ik heb een heel mooi proefschrift gelezen wat allemaal gefocust was op het hooggradige ovariumcarcinoom. En dan in de studie mogen ineens de laaggradige ovariumcarcinomen meedoen. Kan je me uitleggen waarom jullie die keuze hebben gemaakt? Zeer geleerde opponent, bedankt voor deze mooie woorden. Het is inderdaad zo dat we de keuze hebben gemaakt om in de stopoverstudie alle patiënten te includeren. Met eigenlijk de gedachte dat we een beetje af moeten misschien op die selectie op basis van de histologie. En dat we meer de focus moeten leggen op dus die signaaltransductieactiviteit. Er is ondertussen steeds meer bewijs ook dat die laaggradige component wellicht ook zou kunnen ontstaan uit de voorlopercellen, die eileidercellen. Dus vandaar dat we toch besloten hebben om deze groep ook te includeren in deze studie. En ja, de gedachte is dat als de ER-pathway heel hoog is in een laaggradig serose carcinoom, dat er net zoveel kans is dat die persoon respondeert op ER-therapie ten opzichte van een hooggradige patiënt die een hele hoge oestrogeenreceptorpathwayactiviteit heeft. Want inderdaad, bij die laaggradige ovariumcarcinomen zijn we natuurlijk nog harder op zoek naar alternatieve therapieën inderdaad, omdat die chemotherapie weinig aanslaat. Kan je mij overtuigen dat we dan met die signaaltransductie pathways daar een goed middel bij uit kunnen kiezen? Ja, ik denk dat chemotherapie nog steeds onze gouden standaard is. Dat ook nog steeds iets blijft wat je moet proberen bij die laaggradige ovariumcarcinomen. Maar als blijkt dat er toch al snel resistentie is of helemaal geen respons, dan denk ik dat je er goed aan doet om direct over te stappen op echt doelgerichte behandelingen. Want ja, je verwacht dan eigenlijk alleen nog maar nadelen van die chemotherapie, waarbij de kwaliteit van leven natuurlijk geschaad wordt. Waarmee je met zo'n doelgericht medicijn een therapie hebt waarin je dus wellicht een grotere kans hebt op respons, wat ook nog eens minder bijwerkingen heeft, waardoor je dus behoud hebt van de kwaliteit van leven. Plus daar komt ook nog eens bij dat je natuurlijk naar het kostenplaatje moet kijken. En die doelgerichte medicijnen die we in ieder geval in onze studie hebben uitgekozen, zijn toch wel echt betaalbare middelen. En ja, chemotherapie is over het algemeen toch wel echt een stuk duurder. Dus dan zou je ook op basis van de kosteneffectiviteit toch eerder kiezen in zo'n studieverband de patiënten te includeren. Ja.
Stel nou dat we 5 jaar vooruit denken, dan is jullie stopoverstudie compleet, heb je alle patiënten geïncludeerd. Wat zou nou de mooiste uitkomst van die studie zijn? Ja, het mooiste uitkomst hoop ik eigenlijk dat we zien dat we dus heel nauwkeurig die selectie kunnen maken. Want dat is denk ik het meest belangrijke. Ik verwacht eigenlijk niet dat we natuurlijk de hele hoge aantallen patiënten zullen hebben die allemaal responderen op de therapie. Maar het is juist de bedoeling dat we heel selectief dat hele kleine groepje wat zou kunnen reageren eruit kunnen pikken. Want dat is de grootste kracht denk ik eigenlijk van deze analysetechniek. En dat is ook iets wat we voor iedere type kanker natuurlijk kunnen toepassen. Dus als dat kan, als we die manier hebben gevonden om deze therapie als selectie te doen op basis van de activiteit, dan hebben we wel iets moois in handen. Olga Est. Phyllis van der Ploeg. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future than we go for. Even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Though you've won the battle once you've grown. Outside, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Oh, 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 oh
Years can't fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile. Phyllis van der Ploeg. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Beckers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Geachte promovenda, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij
Phyllis van der Ploeg tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de beul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Ja, Phyllis, jij doet alles uit je hoofd. We hebben allemaal een papiertje nodig. Niet allemaal, maar ik gebruik hem dan even wel. Geachte dokter van de ploeg, beste Phyllis. Medisch namens jouw promotor Ruud Bekkers en jouw co-promotoren Anja van der Stolp en Sandrine Lambrechts. Wil ik jou als eerste feliciteren met het behalen van de academische graad van dokter. En uiteraard wil ik ook jouw familie, je partner Berend Jan, paranimfen en vrienden en vriendinnen feliciteren met het behaalde succes. Phyllis, je bent begonnen met een bachelor in de biomedische wetenschappen om vervolgens over te stappen naar geneeskunde. Als deel van jouw studie geneeskunde moest je een wetenschapsstage lopen. Dat wilde jij gaan doen ver van jouw bed hier in Maastricht. Want je kwam naar ons in het Catharine ziekenhuis. Je zou een deel van het onderzoek van jouw voorgangster, Laura van Lieshout, nu inmiddels ook dokter, overnemen. Namelijk op het gebied van, zoals je er net heel duidelijk hebt gemaakt, signaaltransductiepaden. En dat deed je op de Phyllis manier. Hetzelfde geldt voor de gemotiveerde manier en schranderheid waarmee jij jouw semi-artsstage bij ons verbracht. Dat heeft ons, in samenspraak natuurlijk met jou, doen besluiten om een promotietraject aan te gaan. Je hebt dat met jouw volledige inzet gedaan en zoals we het vandaag ook hebben kunnen zien tijdens jouw verdediging. Iedere twee weken vergaderingen met Philips, later InnoSign, met witte garnituur, spaarrood en cola. En corona gooide helaas wat roet in de bitterballen. Het werd MS Teams helaas. En toch wende dat vrij snel. En ik moet zeggen dat ik echt bewonderenswaardig vind hoe wij mensen ineens van de een op de andere dag op een hele andere manier met elkaar konden communiceren. Dat het eigenlijk best wel goed is gegaan. Ook gezien de resultaten van jouw proefschrift. Bewonderenswaardig is de manier waarop jij snel en perfect de PCR-techniek bij Eurofins PAN onder de knie kreeg. Een techniek zoals je er straks ook liet zien en zoals ook in de oppositie ook naar voren kwam, ons heel veel heeft geleerd. Maar die ook heel veel nauwkeurigheid vereist. Dat doe je niet zomaar. Maar jij deed dat even binnen een paar maanden, kon je dat perfect doen. Dat is niet iedereen gegeven, maar dat zegt wel iets over de manier waarop jij dingen aanpakt. Natuurlijk ook de hotline die jij oppakte samen met Eurofins en InnoSign. Om die PCR-resultaten die jij had gehaald op het laboratorium, om die dan te vertalen middels het algoritme van InnoSign in data waar we wat mee konden doen. Daarnaast leerde je ook nog even tussen neus en lippen door microdissecteren. In het laboratorium van Paul van Diest heb jij menig uur doorgebracht om de tubere epiteelcellen van het stroma te verwijderen. En daar weten we zeker dat we de tubere epiteelcellen te pakken hebben gehad. En dat heeft ons heel belangrijke data opgeleverd, waar wij weer een stapje verder zijn gekomen in hetgeen waar we allemaal mee bezig zijn. Dat is namelijk de genezen van het hooggradig serous carcinoom. Om dat te ontrafelen en op die manier inderdaad die mensen die helaas daarmee behept zijn om die beter te kunnen behandelen. De studenten geneeskunde die jij begeleidde tijdens hun stage, hun wetenschapsstage bij ons, die zijn onverdeeld enorm enthousiast over jou geweest. Ook zorgde jij voor het goede contact dat we kregen met de stichting Therapie op Maat, met als voorzitter Tim Kiewitz. En door deze stichting kunnen wij nu een voorzichtige begin maken met de start-over studie in de Lightform. Op basis van jouw voorwerk en dat van Laura van Lieshout is Cynthia Hendriksen samen met de eerder genoemde groep van InnoSign nu bezig om de signaaltransductietechniek in te zetten voor de behandeling van vrouwen met eierstokkanker. Tijdens jouw promotietraject ben je ook begonnen als AIOS, ANIOS verloskunde gynaecologie bij ons in het ziekenhuis. Ook dat deed je op de Phyllis manier. Perfectie
loyaliteit met aandacht voor collega's en voor de patiënt. Wat ik niet wist, dat jij samen met Berend Jan statistiek bedreef. Als ik dat nou even wat eerder had geweten. Maar dat verklaart wel waarom jij een keus voor hem hebt gemaakt. Berend Jan vond namelijk een betrekking in Amsterdam. En omdat er sprake is van echte liefde, volgde hij hem naar deze bijna net zo mooie stad als Maastricht. En ben je daar ook gaan werken als assistent verloskundige chirurgie in het OVG West bij collega Brenda. En naar verluid zijn jouw prestaties ook daar boven maat. Maar met jouw verhuizing naar Amsterdam is er toch ook, ja, heb je je oormerkje om hier een opleiding te komen tot gynaecoloog in het Maastrichtse zeker niet weggedaan, maar het is wel wat lastiger geworden. Maar jij bent terecht, denk ik, zeer zeker van jouw kunnen. Dus ja, jij moet gewoon gynaecoloog worden. Het zou echt een waste zijn als dat niet gerealiseerd wordt in het Amsterdamse. Dus Brenda. Phyllis is een Griekse naam en betekent groenblad of jonge scheut. En in de tijd dat wij als team van jou hebben mogen genieten, van jouw scherpzinnigheid, van jouw groei, ben jij gegroeid van een groen blaadje naar een volwassen onderzoeker en dus ook arts. En nu heb je ook nog een keer de doktersbul op zak. Wel edel, zeer geleerde vrouw Phyllis van der Ploeg, ik wens jou een glansrijke carrière als specialist en als wetenschapper. Maar bovenal wens ik jou, jouw familie, vrienden en geliefden een mooie toekomst en veel gezondheid. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dokter Van der Ploeg, het is mij een genoegen om u ook namens de Universiteit Maastricht en het College van Decanen van harte geluk te wensen met deze waardigheid. Ik denk dat u een perfecte invulling hebt gegeven van wat de universiteit heeft bedoeld toen zij in 2014 de opleiding artsonderzoeker eigenlijk heeft gestart. 11 pubartikels, waarvan 7 als eerste auteur. Ik denk een opmerkelijke prestatie die u in de afgelopen jaren hebt geleverd. En u hebt dit vandaag op schitterende wijze bekroond met het behalen van deze nieuwe waardigheid. Gefeliciteerd daarmee. En ook de universiteit sluit zich aan bij de gelukwensen van uw supervisoren om u het allerbeste te wensen voor de toekomst. Van harte. Dank u wel. Hiermee sluit ik deze academische zitting en is het eigenlijk tijd om de jonge dokter geluk te wensen. Vooraf gaat de promotiecommissie samen met de dokter en de paranimfe nog een foto maken op de trap in de centrale hal. En aansluitend vindt dan de receptie plaats in de refter. En hiermee sluit ik deze academische zitting.